Welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, zo ook op zondag. Mijn naam is Jarno Verweijen en aan de andere kant van de lijn Lentin Godijk. Lentin, goedemorgen. Goedemorgen Jarno. We gaan starten met een rondje Eredivisie en we starten bij PSV. En ik wil gelijk even de parallel trekken met Ajax, want bij Ajax was het natuurlijk zo dat als Brobbey speelde en een kans miste of scoorde, dan kwam Weghorst in beeld. Op het moment dat Weghorst speelde en een kans maakte of mist, kwam Brobbey in beeld. En dat gebeurde gisteren in Eindhoven. Peppi. Een hattrick, Luc de Jong vaak in beeld. De rolverdeling is duidelijk, toch? Als je kijkt naar de cijfers en ook naar de prestatie die hij gisteren leverde, merk je wel dat het steeds meer een ding zou kunnen worden. Hoe heb jij daarnaar gekeken? Want jij hebt de hele situatie in Amsterdam natuurlijk op de voet gevolgd destijds tussen Brobbey en Weghorst. Ja, en de vergelijkenissen zijn er wel, toch? Ja, zeker. Zeker. Het is wel een heel aparte en interessante situatie natuurlijk. Sowieso met die Luc de Jong, ken me gisteravond, was inderdaad ook wel apart om te volgen. Hij zat daar volgens mij met zijn vrouw daar op de tribune. En het was niet dat hij een gat in de lucht sprong bij al die doelpunten van Peppi. Hey, er zat een moment dat zijn vrouw aan het klappen was, dat hij zo keek, zo, hey, wat is dit? Ja, dus ik had een beetje een momentopname, dus je weet nooit of hij daarvoor dan wel heel erg heeft zitten juichen of zo. Dus volgens mij is het ook wel echt een teamplayer, dus dat is niet zo'n issue, denk ik. Maar ja. Ja, je hebt toch wel het idee van elke keer als Luc de Jong niet speelt, gaat die Peppi het nu weer laten zien. En hij maakt een hattrick. Nou, had volgens mij nog wel een aantal kansen. Hij was echt enorm actief. Scoort met zijn hoofd, met zijn voeten, heel erg makkelijk. En hij is gewoon topscorer van de Eredivisie in. Er zit 500 Eredivisie minuten, geloof ik. Ja, dus, een stuk van op V.nl. Ja, ja, dus voor Peter Bos op een gegeven moment heb je eigenlijk geen argumenten meer om hem niet op te stellen. En aan de andere kant heb je natuurlijk Luc de Jong, die in alles de leider is van dit PSV. Ook in het wakker houden van de groep, in het coachen, in het aanjagen, in het druk zetten. In het aanspeelbaar zijn door de lucht, bij spelervattingen, in de grote wedstrijden. Zo vaak belangrijk geweest dat je die er eigenlijk ook nooit naast kan zetten. Dus dat wordt wel interessant. En hij heeft hem volgens mij ook een paar keer wel Peppi geprobeerd als linksbuiten of op een manier dat ze allebei op het veld kunnen staan. Ja, maar dat hij als tweede spits komt, dan start hij aan de zijkant en dan komt hij eigenlijk als tweede spits naast Luc de Jong inderdaad. Ja, ja, dus als je iedereen tevreden wil houden, zou dat misschien nog een oplossing kunnen zijn. Maar daar is Bos niet zo van. Ik vind hem niet zo van de oplossing zoeken om zijn beste spelers, laat maar zeggen, bij elkaar te krijgen. Maar ja, toch nu. Kijk, Bos is altijd heel duidelijk geweest. Hij is de nummer 1. Alleen hij bepaalt nu wel dat hij vaker dit soort momenten in gaat lassen dat Peppi aan zijn minuten komt en dat Luc de Jong rust krijgt. Toch de reactie na afloop van Peppi is, ja, alles kan veranderen. Oké, daarmee geeft hij dus ook echt wel aan van, ja, luister, ik geef die strijd niet op, los van wat Bos zegt natuurlijk. En daarna zegt hij ook, ja, na een hattrick normaal gesproken, speel je de week daarna? Ja, dat is de grote vraag. Ja, ja. Ja, dat is zeker de grote vraag. Als ze nu in Champions League weer gaan spelen, dan zou je normaal gesproken in dat soort wedstrijden speelt Luc de Jong weer gewoon. Maar ja, wat ook gewoon logisch is, hè? Dat is hartstikke logisch, denk ik. En dat doet Peter Bos verder ook niet heel erg moeilijk over. Als je hem hoort in zijn interviews, dan weet je gewoon dat Luc de Jong enorm veel krediet heeft. Alleen, ja, je moet als Peppi zijn, dan moet je ook, ja, je moet het hem niet te makkelijk maken, zeg maar. Dus je mag best een beetje de druk opvoeren. En volgens mij heeft hij dat in Amerika, toen hij bij de interlandperiode daar was, heeft hij ook al wel wat dingen over gezegd. Dus je moet wel een beetje op de deur blijven kloppen. Maar ja, het is voor hem een vrij bizarre situatie. En zometeen krijgen we een wisselspeler die topscorer van de Eredivisie wordt. Dat zou ook wel uniek zijn, toch? Ja, dat is zeker uniek, ja. Maar ja, goed. Dan komen we ook weer, als we dan de vergelijking maken met Amsterdam. Ja, daar zal het er ook wel vaker zijn. Gewoon wisselen van positie. Dan is Brobbey de baas spelen, valt Weghorst in, dan weer andersom. Dus in die zin, in Nederland wordt dat altijd heel groot gemaakt, weet je. En je hebt altijd, ook in de buitenlandse competitie, een bepaalde hiërarchie. Maar ik denk wel dat het daar meer als normaal wordt gezien in de buitenlandse topcompetities van, joh, ja, je wisselt gewoon meer van positie. En zo gek is het ook niet. Als je op Champions League niveau mee wil doen, als je in de competitie mee wil doen, als je in de Europa League mee wil doen, weet je, dus als je de verschillende competities mee wil doen, ja, dan zul je toch gewoon iedereen een speler moeten komen. De momenten zitten hem eigenlijk als je echt een grote wedstrijd hebt, dan pas wordt de hiërarchie bepaald. Ja, dat is zo, denk ik. Precies wat je zegt. En het zijn best wel verschillende types bij Ajax, met Brobbey en Weghorst en Ekpom natuurlijk, maar ook bij PSV. Luc de Jong die veel meer aanspeelpunt is en Peppi die natuurlijk iets meer snelheid heeft om ook in de diepte te gaan. Dus dat is ergens ook wel lekker dat je beide types kunt gebruiken in specifieke fases en wedstrijden. Luc de Jong zou natuurlijk eigenlijk ook een geweldige pincher te zijn. Dat heeft zijn hele carrière bewezen. Maar dat zal normaal gesproken denk ik in de Champions League en in de topwedstrijden gewoon de start en de spits zijn. En misschien dat Peppi dan
in dit bekertoernooi speelt en daar zijn gram gaat halen, hè, tegen de volgende tegenstander, Jarno. Ik weet het niet, Linton. Ik zou niet weten wie spelen ze. Ik durf niet te zeggen. Ja, dus een pittige opponent hebben ze volgens mij in het bekertoernooi. Ik denk dat ze het heel zwaar gaan krijgen, ja. Nee, ja, toch nog even naar PSV, hè, los van de spits. Moeten we misschien even uitleggen dit trouwens, maar de Koninklijke HFC-treffers, hè? En daar ben jij werkzaam als assistent-trainer. Ik ben assistent-trainer van Gert-Jan Tameres inderdaad, bij Koninklijke HFC. Maar goed, ik probeer het altijd een beetje altijd van weg te blijven natuurlijk. Hè? En mijn collega's maken het me heel moeilijk hierin, dus soms lukt het, soms lukt het niet. Sorry daarvoor. Nee, maar dat is heel leuk. We kijken er enorm naar uit om 17 december bij PSV... te gaan spelen. Dus dat was inderdaad het inner joke wat we hier maken, Lentin. Want daar zijn we natuurlijk niet vies van. Nee. Zullen we toch PSV nog even serieus gaan behandelen? Want als je dan ziet tegen Groningen met hoeveel overmacht ze winnen, hoe dominant ze zijn. En ik denk persoonlijk dat het met 5-0 nog denk ik dat Groningen nog goed mee wegkomt. Ja, zeker. Ze hebben meer kansen gehad. Groningen had ook wel een paar uitbraken, counters die wel wat dreigend waren. Wat schoten van afstand, maar ja, PSV ook. Hoeveel aanvallen ze creëren in zo'n wedstrijd. De hoeveelheid verschillende aanvallen. Dan weer van die lekkere wegdraaiende voorzetten van Perisic vanaf de linkerkant. Dan weer met combinatiespel door de as. Dan weer Bakayoko die van de rechterkant naar binnen komt en daar gevaar sticht. Op zoveel verschillende manieren kunnen ze kansen creëren. En doen ze dat eigenlijk ook iedere wedstrijd. En ja, die wedstrijd dat ze verloren van Ajax, was heel Nederland even in een veronderstelling van, oh, misschien gaat PSV nu haperen en gaat Ajax echt de strijd met ze aan om de titel. Maar ja, toen dacht ik ook al van, ja, ze winnen zo makkelijk al die wedstrijden, PSV. Ook als ze niet in bloedvorm zijn, winnen ze vaak nog met 3-0 en nu zitten ze er dan wel lekker in. Ja, dan ben je gewoon kansloos als tegenstander. En het is wel, ja, nogmaals heel indrukwekkend hoe zo anderhalf jaar de Eredivisie eigenlijk overhoop spelen. En dit ook, ja, Groningen, stap je de bus in, weet je wel, helemaal naar Eindhoven. En je weet eigenlijk al na een paar minuten dat er niks te halen valt. En dan mag je achteraf nog tevreden zijn met 5-0, precies wat jij zegt. Dat is wel, dat is natuurlijk gewoon echt enorm knap van Peter Bos. Ja, precies. En het is in dit geval om de clubs te onder, is het zaak om zo dicht mogelijk in de buurt te blijven. En in eerste instantie de best van de rest te worden. Jij bent vandaag natuurlijk bij de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle. Na een interlandweek wordt er eindelijk weer gevoetbald in de Eredivisie. Wordt er eindelijk weer gevoetbald in de Premier League. Dus ja, heerlijk dit weekend weer dat er gewoon heel veel voetbal is. Ja. Heb jij nog nieuws deze week? In die zin, ja, Gods is natuurlijk geblesseerd. Wat verwacht jij daarin bijvoorbeeld? Ja, dat is wel interessant. Deze week hebben we al eerder over gehad. Hij ligt er een paar weken uit met een hamstringblessure. En Ajax heeft maar één linksbuiten. Nou, dat weten we inmiddels allemaal wel. Dus dat wordt puzzelen voor Farioli. En ik denk dat we de komende weken ook wel veel gaan zien roleren daarin. Omdat hij denk ik ook heel erg gaat kijken naar specifieke wedstrijden en wat hij daar nodig heeft. Dus je hebt deze week natuurlijk een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle, waarin je waarschijnlijk heel dominant bent en echt een speler wil hebben die daar misschien creatief kan zijn en iets kan losmaken. Tegen Sociedad wil je misschien juist wat meer een betrouwbare speler die de aanvalskracht van die ploeg een beetje kan neutraliseren. Dus ik denk dat we in Spanje bijvoorbeeld Ekpom gaan zien op de linksbuitenpositie, omdat hij daar heel erg heeft bewezen dat hij daar op die manier de tegenstand heel erg kan neutraliseren. En tegen PEC Zwolle, ja, is het even de vraag, hè? Ik denk tegen Twente kreeg Ekpom daar de kans toen Gods wegviel en hij heeft wel wat krediet opgebouwd, maar het is natuurlijk niet de speler die tussen twee man door in de 16 een dribbel inzet. En met een geweldige steekpaas een kans creëert. Dus je zou er ook aan andere spelers kunnen denken. Je zou Traoré naar links kunnen schuiven. En Berghuis, als hij fit genoeg is, kunnen laten starten op rechts. Je kan Kieran Fitzjim daar neerzetten. Die in de voorbereiding daar een aantal keer gespeeld heeft. En dan kun je Klaassen en Taylor op het middenveld allebei kwijt. Dus er zijn wel wat opties mogelijk. Maar wat denk jij als succesvol trainer? Als succesvol trainer, dan gaat hij weer door met zijn grapjes. Nee, we hadden het voor de uitzending gewoon kort over. Dat Fitzjim zou dat op een bepaalde manier kunnen invullen. Maar dan is het ook weer afhankelijk wie dan de linksback gaat zijn. Ja, kijk, en Berghuis Traoré, het kan wel. Maar het heeft allebei niet de voorkeur om vanaf de linkerkant te spelen. Ze hebben wel een duidelijke voorkeur voor de rechterkant. Ja. Dus in die zin is het best wel interessant om te kijken van speelt hij met die twee buitenspelers? En gaat hij daar ook een beetje in afwisselen dat je variatie in het spel krijgt? Of kies je meer voor een... Nou, spelers als Fitzjim die de ruimtes op gaat zoeken en dat die linkerkant wat meer open komt voor andere spelers om in te duiken. Ja, dat is best interessant om te zien. Ik denk overigens dat Fitzjim dat die wel gaat starten. Jij niet?
Ja, nou, het is een beetje. Dan doe je natuurlijk wel concessies in die zin van ga je dan of fietsje hem heel erg aan de zijkant laten staan. Zoals de buitenspelers nu bij Ajax spelen, dat je echt het veld moet breed houden en dat hij dus weinig aan de bal komt. Dat is denk ik voor hem heel tegennatuurlijk, omdat hij vaak Ja, juist dat is waar. in de bal komt, de combinatie wil opzoeken en daar van waarde kan zijn. Want je hebt ook niet echt in deze speelwijze een linksback die er normaal gesproken overheen dendert. Want de linksback Hato moet juist vaak ook wat aan de binnenkant spelen en daar de boel wat controleren. Dus ja, Dan dat zou vergt Fritz wel weer wat. niet logisch zijn. Nee, maar dus, of je moet het anders vragen van Hato. Dus je moet sowieso ergens wat aanpassingen doen. Dus daar Ja. ben ik wel benieuwd naar. En Traoré op links zou ik ook wel interessant vinden. Want hij zit nu een poosje bij Ajax, maar ik heb hem nog nooit iets met de rechts zien doen. Zijn rechter schoen heeft hij nog geen één keer hoeven wisselen. Dus daar ben ik, ja, misschien dat hij dat dan nu een keertje kan laten zien. Dat zou interessant zijn. Ja, we gaan het vanmiddag volgen. Dan sluiten we af met Feyenoord. Want waar we het hadden over een eenvoudige zege van PSV, kunnen we ook stellen dat Feyenoord een eenvoudige zege heeft geboekt op Heerenveen. Goede nieuws van de avond is denk ik de terugkeer van Kelvin Stenks. Ja, dat was wel een mooi momentje voor hem en Ja. voor Feyenoord natuurlijk ook. Het was inderdaad een heel makkelijke avond. Hij heeft volgens mij een half uurtje meegedaan als nummer 10. Had bijna meteen een heerlijk doelpunt met Noppert die Die bal heeft uitgekomen. inleverde ver voor zijn doel stond. En dan moet je hem eerst over Noppert zien te krijgen. Dat was al een hele uitdaging en toen daalde hij net niet snel genoeg. Maar hij heeft natuurlijk wel met die blessure weer even de poosje eruit gelegen. Het was wel even weer een klap. Die transfer ging natuurlijk niet door toen aan het einde van de zomer naar Amerika. Ja. En het is voor hem niet de leukste periode geweest. Maar hij noemde het zelf peanuts, hè? Dat hij er een paar weken of net iets meer dan een maand uit heeft gelegen. Want hij is natuurlijk wel erger gewend. Nou ja, wat dat betreft is hij daar inderdaad gewend aan om terug te komen, laat ik het zo zeggen, steeds van blessures. Daar heeft hij heel veel ervaring mee. Ja, dus rustig blijven. En nou, ik vind dat het wel mooi om te zien als een speler na zo'n blessure weer eigenlijk direct zijn niveau kan halen. Of in elk geval een goed niveau kan halen. Ja. En dat is voor Feyenoord ook wel goed nieuws. Want die hebben natuurlijk ook een wedstrijd achter de rug waarin ze wat creativiteit misten of iets meer bravoure aan de bal. En dat kan hij natuurlijk wel gaan toevoegen. Ja, Hatsmusa vond absoluut. ik een interessante wedstrijd spelen tegen Heerenveen. In positief en in negatief opzicht, want hij doet soms onbegrijpelijke dingen, maar hij doet soms ook wel dingen waar je voor naar het stadion komt. Met die korte kapbeweging, de dribbles, het onvoorspelbare. Ja. Dus voor Feyenoord wel veel om tevreden over te zijn. En een beetje vertrouwen te tanken richting dinsdagavond. Ja, dan hebben we een mooi bruggetje richting de meest gelezen items op v.nl. Het bericht dat Tottenham ruim wint van Manchester City en dat dat dus positief is voor Arne Slot. Arne Slot speelt met zijn Liverpool vandaag tegen Southampton en kan bij een overwinning op 8 punten, ja, kan die loskomen van City. Dat is ja, de insteek van het meest gelezen item op v.nl. Overigens ging het op VE Pro, meest gelezen item, ook over Manchester City. In dit geval was dat de analyse van Pieter. We hebben laatst een serie gemaakt. De Europese topclubs hebben we belicht van, nou, wat is er nou opgevallen bij die Europese topclubs? Dat deden we in de Interlandweek. Nou, bij City ging het natuurlijk over het gemis van Rodri. En er ging eigenlijk min of meer de analyse van Pieter dit keer ook over. Want tegen Tottenham speelde Lewis op veel posities. Hij stond rechtsachter, hij stond rechtsvoor, hij stond rechtshalf. Dus hij was controleur, maar hij moest ook de rechterkant moest hij, nou ja, aan de bal van creativiteit voorzien, maar ook defensief ondersteunen. Nou, heel interessant om te lezen. Maar wat ik dan vooral interessant vind, is dat Guardiola gewoon in alles zoekende is. Dat het lijkt alsof iedereen kans maakt. En laat dan net fijn dat de tegenstander zijn komende dinsdag. Dat maakt wel waar je normaal gesproken zou zeggen van ja, daar in Manchester maak je totaal geen kans. Denk je nu stiekem van nou, een stuntje zou er zomaar in kunnen zitten. Ja, je zou het bijna gaan denken. Hè? Ja, het is wel echt apart hoor, vind ik. 0-4. Volgens mij de grootste thuisnederlaag van Ja? Guardiola in zijn hele carrière. En ja, het klopt gewoon niet. Eigenlijk klopt het van geen kant hoe City eruit zag gisteren. Natuurlijk had het ook een 3-3 gelijkspel kunnen zijn, want ze hebben echt wel best wel veel gecreëerd. En met name Haaland aan het begin, hè, met Haaland. grote kozen, kansen. Ja, Ja. als je binnen 10 minuten die twee ballen binnenschiet, ja, natuurlijk heb je dan een andere wedstrijd. Maar Ja. de hoeveelheid kansen die ze weggeven, ook al laatst tegen Sporting natuurlijk in Champions League. En 5 wedstrijden op rij verloren, hè, Guardiola. Dat heb ik volgens mij ook nog nooit meegemaakt. En ja, in Engeland is ook iedereen een beetje van in de war. Want hij verliest wel eens 1 of 2 of 3. En zeker in deze fase van het seizoen zijn ze vaak nog wel een beetje aan het zoeken en de puzzel aan het leggen. En dan weet je vanaf maart, april gaan ze alles wel winnen. Maar dit begint toch wel een heel aparte reeks te worden. En ook omdat je de garantie niet hebt dat het zomaar beter wordt. Want inderdaad, Rodri, we hebben eigenlijk pas nu door hoe goed hij is.
dat hij misschien toch wel terecht die Ballon d'Or heeft gewonnen, want het verschil is wel verbijsterend. Dat hij eerst die Ballon d'Or kon presenteren in het stadion en dat vervolgens City helemaal wordt weggespeeld na die eerste 10 minuten. Dat er op middenveld helemaal geen kanten, dat het van geen kanten klopt op het middenveld. En dan is Kovacic ook natuurlijk nog weggevallen, wat nog enigszins een logische vervanger van hem is. Ja. En nu is het inderdaad met Rico Lewis, moet hij 3 rollen in 1 spelen. Gundogan, waar ik soms toch ook nog wel een beetje van schrik, dat hij fysiek toch wel heel wat heeft ingeleverd. En als hij in deze grote ruimtes komt te spelen, dan komt hij ook niet bepaald in zijn kracht, om het even sympathiek te zeggen. Ja, maar je ziet vooral dat de mensen om Rodri heen, die speelden altijd goed als hij speelt. Ja, ja. Dus het is niet zozeer dat hij zelf altijd opvalt. Tuurlijk valt hij ook op. Maar het is meer zijn omgeving functioneert gewoon significant beter als hij er wel is. Ja, aanvallend en verdedigend, denk ik. Dus hij zorgt net dat de creatieve spelers net een seconde eerder met iets meer ruimte aan de bal komen. Verdedigend loopt hij continu gaten dicht, houdt hij de ruimtes kleiner, waardoor inderdaad spelers als Gundogan, die 34 is, niet in zo'n 7 ruimte komt te staan. Maar natuurlijk verlies je dan de sprint die wel van Jermin Son. Ja, en dat gebeurde nu keer op keer. En die Spurs had nog wel meer kansen uiteindelijk. En dan wordt het 0-4. En dan wordt zelfs Kyle Walker uitgelopen in de slotfase. Dus die hebben wel even een tikkie gehad. Of eigenlijk 5 tikkies. En dan komt Feyenoord op bezoek. En dat zou toch wel heel bijzonder zijn als ze daar een resultaat kunnen halen. En ze hebben in elk geval Maar het klinkt gek. Maar het lijkt er ook echt dat ze, gezien de situatie waarin Feyenoord zit en City zit. En nogmaals, dat verschil is nog steeds groot. Maar het klinkt gek, maar het is niet verwonderlijk dat mensen toch het gevoel hebben van, ja, het zou zomaar kunnen. Ja, ik denk ook dat je met die insteek naar Engeland moet gaan. Zonder natuurlijk te denken dat het makkelijk wordt of zo. Maar er valt iets te halen. Tuurlijk valt er wat te halen. Alleen je hebt wel elke keer het idee bij City van Guardiola is ook wel de meester in om het wel weer recht te breien. Ja. En ergens gaat natuurlijk die knop wel om. Gaat het in elkaar vallen? Hebben ze nu zoiets van, we hebben nu thuis verloren, we moeten een reactie tonen. Dan krijg je dat soort krachten die erbij komen natuurlijk. Hij heeft nu nog een extra reden om iedereen op scherp te zetten. Misschien het kan alle kanten op gaan, wil je zeggen. Ja, dus het kan ook ineens wel in elkaar vallen. Dus als het ineens wel gaat lopen bij City, dan heb je een vervelende avond. 100%. Ja, maar ja, het is voor ons wel leuk als je als Nederlandse club daarheen gaat. En er is in elk geval wat mogelijk. Je bent niet bij voorbaat kansloos. Natuurlijk blijven in een wedstrijd veel lopende mensen vanaf het middenveld. Tottenham even laten zien wat je daarmee kunt aanstichten. En dan moet je vooral ook je kansen afmaken als je ze krijgt. Zo is het, Lentin. Dan wil ik jou bedanken voor jouw bijdrage in deze VZS. Ik wil jou veel plezier wensen vanmiddag in de Amsterdam Arena bij de wedstrijd Ajax tegen PEC Zwolle. En zien we jou in de komende week vast wel terug, want we hebben heel veel live shows. We hebben natuurlijk elke dag een VZSM. En er moet ook weer updates van Ajax komen in deze Europese week. Heerlijk weekje komt eraan, Jarno. Kijk er naar uit. Precies. Dankjewel en tot ZSM. Tot ZSM.